Hey allemaal, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van Lien's Keuken. De kerst zit erop, of nou ja, dit wordt ook wel derde kerstdag genoemd. Maar we maken ons alweer op voor het volgende feestje, namelijk oud en nieuw. En ik ga je vandaag een recept laten zien om zelf oliebolletjes te bakken. Voor mij zit een recept en een experiment in één. Ik heb namelijk nog nooit zelf oliebollen gebakken. En we hadden dit nog in huis. Een pak oliebollenmix van Koopmans. En deze gebruikte mijn vader vroeger wel eens als hij oliebollen ging bakken. Maar ik heb het zelf nog nooit gedaan. Een beetje omdat ik dan altijd denk dat mijn hele huis ruikt naar vet, frituur. En we hebben geen frituurpan buiten, dus dat moet altijd binnen. Maar goed, weet je, dit jaar probeer ik toch met de feestdagen er net iets meer jeu aan te geven. En ja, om zelf ook een beetje dat oud en nieuw gevoel te krijgen, is het misschien wel extra leuk om dit jaar je eigen oliebollen te bakken. Wat super makkelijk is met zo'n bakmix als deze, niet gesponsord overigens. Dus ja, ik ga je laten zien hoe ik hiermee oliebolletjes bak. Ik ga ze wel extra klein maken, omdat ik die grote vaak wel echt een hele hap vind. En dit is net perfect voor bij een glaasje champagne of iets dergelijks. Je hebt er niet zo heel veel voor nodig. We gaan snel aan de slag. En zoals altijd vind je alle recepthoeveelheden in de beschrijving onder de video. Voor het maken van deze kleine oliebolletjes heb je het volgende nodig. Oliebollenmix, lauwwarm water, rozijnen en olie om in te frituren. En olie om in te frituren als je zelf geen frituurpan hebt. Anders kun je natuurlijk gewoon frituren in je frituurpan. Maar ik ga het op het fornuis doen en ik gebruik er altijd graag zonnebloemolie voor. En ik ga overigens een half pak hiervan gebruiken. Omdat we maar samen zijn en omdat ik deze oliebolletjes extra klein maak, kan ik er echt genoeg halen uit een half pak. Nou, je vindt in de beschrijving van de video ongeveer hoeveel oliebolletjes ik hiervan heb weten te maken. Mocht je je oliebollen met rozijnen gaan maken, dan zijn het eigenlijk krentenbollen, maar ik noem dat eigenlijk nog steeds oliebollen. Laat even weten hieronder hoe jij oliebollen met krenten noemt. Anyways, als je het met rozijnen maakt, moet je ze wel even wellen, anders zijn ze te droog en dan worden ze heel hard in je oliebol. Dus ik vind het makkelijk om daar gewoon wat kokend water op te gieten. Ik zet ze aan de kant en ik ga verder met de rest van het oliebollenbeslag. En als ik ze dan moet gaan gebruiken, dan zijn ze gewoon ready to go. En verder is het echt super makkelijk als je zo'n mix gebruikt. Ik weeg nu de helft van deze mix af en dit is dus een mix waar al gist in zit. We gaan dit deeg namelijk laten rijzen, dus het zal wat meer omhoog komen. Dus gebruik een kom die lekker groot is en ik weeg het halve pak af. Als je gewoon een heel pak maakt, hoef je natuurlijk niet af te wegen. En daar doe ik vervolgens lauwwarm water bij. Belangrijk dat het lauwwarm is, zodat het gist meteen geactiveerd wordt. En ik vind het makkelijk om dat in een stroompje met een garde toe te voegen aan de beslagkom. En als het eenmaal gemengd is, is het gemengd, dan is het goed. En nou, ik ben hier misschien een paar minuten mee bezig geweest, maar omdat we de rozijntjes in kokend water hebben geweld, gaat dat super snel. Dus die zijn al klaar om toe te voegen aan het beslag. Wat ik doe is dat ik ze afgiet en heel even een beetje droog maak op een bordje met wat keukenpapier, zodat er niet te veel extra vocht in je oliebollenbeslag terechtkomt. De rozijntjes doe ik erbij en dan spatel ik dit even voorzichtig door. Als je dat ook met een garde zou doen, dan bestaat de kans dat je rozijntjes een beetje stuk gaan en dat zou zonde zijn. En als het dan goed met elkaar gemengd is, dan doe ik er een theedoek overheen en zet ik het 45 minuten op een warme plek. Maar als je het gewoon op een tochtvrije plek in je woonkamer doet, die rond de 20 graden is dat helemaal prima. Dus 3 kwartier wachten en dan zijn we klaar om de oliebolletjes te frituren. Na 3 kwartier is het beslag echt wel flink in volume toegenomen. Je kunt het hier een beetje zien en je ziet ook luchtbelletjes en de textuur ziet er wat anders uit. Nou, perfect om de oliebolletjes te gaan frituren. En ik zet hiervoor een pan op mijn fornuis en ik ga kleintjes maken, dus ik gebruik ook niet een hele grote pan. En hier gaat 1 fles zonnebloemolie in. En dit moet ik nu op temperatuur brengen. Ik wil het ongeveer verhitten tot 190 graden en het is wel heel erg makkelijk om daar zo'n thermometer bij te doen. Nogmaals, als je natuurlijk een frituurpan gebruikt, dan kun je gewoon de temperatuur instellen. Maar ik zet hier gewoon mijn thermometer in, zodat ik zeker weet dat de olie niet te koud of te warm is. En als de olie dan op temperatuur is, dan kunnen we gaan frituren. Ik zet daar wel van alles voor klaar. Dus ik heb de pan met olie, ik heb de mix, ik heb alvast een bordje met wat keukenpapier, zodat ik ze daarop kan laten uitlekken. Ik gebruik zo'n soort schuimspaan om ze lekker heen en weer in de olie te kunnen bewegen. En iets om ze mee in de pan te scheppen. En het mooiste is als je hiervoor een ijsknijper hebt, maar die had ik niet. Dus ik heb van alles geprobeerd. Je gaat het zo zien in de video. Maar ik begon in ieder geval met zo'n maatschepje van 1 eetlepel of 1 tablespoon. En wat wel handig is, is wat je ook gebruikt om dat heel even in de olie te dippen, zodat het beslag er niet te veel aan blijft plakken. Dus ik dip mijn maatschepje in de olie en vervolgens schep ik er wat beslag mee uit de kom en hop, in het frituurvet. En je ziet dat je daar hele mooie kleine ronde bolletjes van krijgt.
Ik merkte alleen dat mijn siliconen maatschappij dat niet heel erg fijn vond. Even kijken of ik hem nog ergens heb. Nee, ik denk dat hij al de prullenbak in is beland. Beetje zonde. Maar goed, siliconen dat kan dus redelijk goed tegen warme temperaturen. Maar olie van 190 graden is wel iets te veel gevraagd. Dus vervolgens ging ik aan de slag met... Volgens mij heb ik nog een ijsschep gebruikt. Ik heb nog een jus-lepeltje gebruikt. Nou... Er komt van alles voorbij in deze video, maar wat ook echt top werkt zijn gewoon 2 eetlepels op de lekkere ouderwetse manier. En nou, als je net als ik mooie kleintjes wil, dan schep je gewoon niet te grote hoopjes beslag in de olie. En ik frituur ze ongeveer 3 minuten aan iedere kant. Ik laat ze erin vallen, beweeg ze af en toe een beetje rond. Je wil dat ze mooi goudbruin zijn. En als je olie niet te heet is, dan zijn ze mooi bruin en ook perfect gaar van binnen. Dus ongeveer 3-4 minuutjes per kant. En dan zijn ze helemaal perfect. Dus ik schep ze uit de olie. Laat ze aflekken op een keukenpapiertje. Lekker wat poedersuiker erop. Als je het extra feestelijk wil maken, stop je er nog wat sterretjes in. Misschien ga je wel buiten lekker nog wat buren ontmoeten op afstand. Of nou, iets in die trant. Anyways, heel feestelijk om dan met je kleine oliebolletjes aan te komen. Met sterretjes erin. Glaas champagne erbij. Ik zie het helemaal voor me. En dan is het nu ook tijd om de oliebolletjes met jullie te gaan proeven. Kijk, hier heb ik er 1. En hoe schattig is zo'n oliebolletje. En extra feestelijk als je er een beetje poedersuiker op doet. En deze zijn nu afgekoeld. Nou, ik weet dat er mensen zijn die een koude oliebol ook helemaal fantastisch vinden. Ik vind ze koud ook lekker. Maar als je een krokant gefrituurde oliebol hebt geproefd, ja, dan is dit toch altijd een soort van plan B. Maar goed, ik ga hem gewoon lekker voor jullie proeven. Lekker. Wat chewier dan als je ze direct uit de frituurpan eet. Maar goed, dat zo kennen we de oliebol. Maar verder heel erg lekker. Precies genoeg rozijnen. Die rozijnen zijn ook lekker sappig. Mooi goudbruin gebakken. Perfecte hapje voor bij een glaasje bubbels. En om het jaar mee af te sluiten. Een jaar dat er hopelijk volgend jaar heel anders uitziet. Ik denk dat we dat wel met elkaar eens kunnen zijn. Maar goed, ik hoop toch dat je ondanks alles hele fijne dagen hebt gehad. Ik wens je alvast een heel goed uiteinde. Ik kom bij jullie terug in het nieuwe jaar met een hele feestelijke video waarin ik 3 lagen taart ga maken om te vieren dat er zoveel nieuwe abonnees bij zijn gekomen. Maar goed, daarover veel meer in de volgende video. Ondanks dat het toch een beetje een gek jaar was, heb ik heel erg genoten van het maken van de video's, van al jullie reacties. En ik hoop dat jullie een heel fijn volgend jaar tegemoet gaan. Ik wil jullie bedanken voor alle likes. Vergeet geen duimpje achter te laten voor deze video. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, lijkt het me superleuk als je dat zou willen doen. En dan zie ik je in de volgende video in een volgend jaar. Doei doei!